President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het beleid van de regering om de leiding van de verschillende veiligheidsdiensten en instituten te vervangen nog recht overeen staat. Dat gaf hij gisteren op een regeringspersconferentie aan. Het proces van vervanging is nog gaande. Het staatshoofd zegt dat het soms wel iets langer duurt dan gepland. De leiding van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, is ondertussen ook vervangen. Er was een commissie benoemd om de kandidaten te screenen voor de functie van directeur DNV. Van de leider van ex-korpschef Chin Lipsi, die een doorlichting gepleegd heeft. Het doorlichtingsresultaat is uit de bus gekomen en duidelijk aangeven welke maatregelen de regering moet treffen. En dat men moet gaan naar definitieve leiding. Men heeft profielen ontwikkeld. Kandidaten zijn ook voorgesteld. En we hebben die kandidaten besproken in de regering, stop. Met CV, met ook de persoon die in tweede instantie in beeld is gekomen, de heer Ramlal. Met gesprekken hebben we met hem gegaan, hun CV hebben bestudeerd in de regering, stop. En daar is het goedgekeurd. Directeur DNV. En hij is benoemd door de president. Maar juristen hebben ook aangegeven dat DNV een disciplinaire organisatie is bestaande uit leden met rangen en standen. En dat de directeur daarvan ook een stukje uitrusting moet hebben. Dat is een cultuur bij disciplinaire organisaties, rangen en standen cultuur. De president zegt dat er een minimale rang gekoppeld is aan de functie van directeur van DNV. Het staatshoofd haalde voorgaande directeuren aan die allemaal een bepaalde rang hadden. Ramlal is commissaris van politie, dus vraagt Santokhi zich af wat het probleem is. Wat is die man's status? Is hij burger? Dan is er een andere resolutie. Is hij politieman? Dan is er een andere resolutie. Zo staat erin. Ja, eerlijk gezegd. Minabjaso. En voor mij is het nog niet duidelijk wat hij is. Want volgens de minister van Justitie en Politie is er een brief dat hij uitgeleend is, zoveel jaren geleden, 15 jaar geleden, aan het ministerie van Justitie en Politie. Dus hij moet nog steeds politieman zijn. Maar er is nergens een ontslagresolutie. We hebben met de vakbond gesproken. We hebben gekozen voor de weg van meer zekerheid, de weg van duidelijkheid. Er komt een presidentieel besluit om die man te benoemen. Hij heeft geen salaris van commissaris nodig. Hij krijgt zijn salaris als directeur DNV. Is veel hoger dan een commissaris. En hij heeft geen dubbele salaris nodig. Dus hij heeft die rang nodig om zijn gezag te kunnen exerceren. Dat na heerst dan niet. De regering wil een integere leiding bij alle instituten. De leden van de veiligheidsinstituten moeten eerlijk, betrouwbaar en competent zijn. Dat zijn de criteria waarmee de regering werkt, aldus de president.